Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over een concealer waar echt heel veel over wordt gepraat deze tijd. En dat is de Makeup Revolution Concealer. Dit is de Conceal & Define Full Coverage Conceal & Contour. Ik heb de kleur C5 als concealerkleur en de kleur C14 om mee te gaan contouren. Dus ik ga allebei proberen. Het schijnt een hele goede dupe te zijn voor de Tarte Shape Tape. Die kent denk ik iedereen wel en iedereen vindt die heel goed. Hij is alleen echt heel prijzig, vooral als je niet uit Amerika komt. Als je van hier komt, moet je ook allemaal extra kosten betalen om het naar hier te krijgen. Dus deze is een stuk goedkoper. Dus ben je benieuwd naar deze concealer, dan blijf vooral even kijken. Nou, ik ben al voor een deel opgemaakt. Ik heb al foundation op. Ik heb de Kiko 2-in-1 Full Coverage Foundation op. En omdat deze concealers ook full coverage zijn, ga ik vandaag gewoon voor een hele goede dekking. Nou, ik heb hem in twee kleuren. In de kleur C5, dit wordt mijn concealerkleur. En in de kleur C14. En ik wil hiermee gaan proberen te contouren. Dus dan weet je ook gelijk of je ermee kunt contouren. Ik heb ze even opgezocht. En er staat de concealer is lichtgewicht, maar daarnaast ook full coverage. Camoufleert vlekjes en oneffenheden, egaliseert de huidtoon en neutraliseert donkere kringen. Heel veel claims, dus hij moet echt heel goed zijn, net als de Tarte Shape Tape. De concealer heeft een matte finish die bovendien niet in de fijne lijntjes en poriën gaat zitten. Ze worden door de matte finish ook niet geaccentueerd. Dus ze hebben ook een matte finish en dat vind ik ook heel fijn. En ze hebben zo'n applicator, echt precies net als de Tarte Shape Tape. Alleen is deze wel een stuk kleiner en een stuk goedkoper. Toen ik deze had besteld, waren ze er nog niet in Nederland. Dus ik heb ze besteld op tenbeauty.com. En daar kun je betalen met creditcard en ik heb betaald met PayPal. Dus dan kun je ze gewoon makkelijk bestellen. En ik heb ze binnen een week binnen gehad. De website beauty88.nl heeft ze nou ook. En dan kun je ze dus gewoon hier in Nederland bestellen. Maar heel veel kleuren zijn al uitverkocht. Dus je kunt het nog eventueel gewoon bij tenbeauty bestellen als je via PayPal of creditcard kunt betalen. Nou, ik heb er al een aantal reviews over gezien. En iedereen was heel positief en ze vinden het echt een hele goede dupe voor de Tarte Shape Tape. Dus ik ben heel benieuwd, want ja, qua prijs, Tarte Shape Tape is rond de 40 euro. En deze kostte mij nog geen 5 euro. Dus ik ben echt heel benieuwd. Zoals ik al zei, heb ik alleen foundation op. En ik ga er nou de kleur C5 op doen. Ik doe gewoon op zoals ik normaal ook zou doen. Hij smeert heel fijn, hij is heel zacht en makkelijk. Ik hoef er niet twee keer in te gaan. Kijk hoeveel er al van één keer erin gaan afkomt. Hij is inderdaad heel dik, dus dat wordt echt heel full coverage. Ik hoop dat hij ook echt niet in mijn lijntjes gaat zitten en zo. En dan met mijn beauty blender ga ik het uitblenden. Dit doe ik zo ook gewoon altijd met mijn concealers. Nou, de kleur is echt perfect. Hij is wel heel licht, maar ik hou van licht. Deze kleur die ik heb, C5, heeft een gele ondertoon. Maar als je een roze ondertoon hebt, maar toch wel een beetje een huidskleur als ik, dan kun je gaan voor de kleur C4. Die heeft een roze ondertoon. Er zijn echt heel veel verschillende kleuren. Nou, dit ging op zich prima. Nou, het andere oog. Hij droogt inderdaad mat op. Je moet ook wel een beetje snel zijn, want hij droogt echt snel op. En als je eenmaal opdroogt, is het echt moeilijk om het nog goed te blenden. Nou, dit ging echt prima. Ik vind het heel mooi. Het is heel smooth onder mijn ogen. Het gaat wel hier een beetje in mijn lijntjes, maar ik moet het nog even afpoederen. Maar tot nu toe gaat het echt prima. Ik ga even contouren met de kleur C14. Het is wel een beetje jammer dat je hem alleen online kunt bestellen, want dan kun je niet echt de kleuren zien. Dus ik heb ook maar gewoon gegokt, maar de concealerkleur was oké. En altijd als ik iets online moet bestellen en het dus niet kan zien in een winkel, dan bekijk ik altijd YouTubers met een beetje mijn huidskleur en dan pak ik gewoon de kleur die hun ook hebben. En dan voor mijn neuscontour doe ik deze nog in het midden. Nou, ook dit ga ik uitblenden met mijn beauty blender. De kleur is wel vrij donker. Ik hoop dat het gewoon goed uitblendt. Nou, ik moet zeggen dat het echt heel makkelijk blendt. Ik ben daar wel blij mee. De kleur is wel echt vrij donker. Maar ik denk niet per se te donker, want zo maak je gewoon een hele strakke, sterke contour. Dus ik denk niet per se dat hij echt te donker is. Ik doe bij mijn voorhoofd altijd best wel veel, want ik heb een groot voorhoofd. Vooral met mijn knot zo. Echt, mijn hoofd is echt helemaal in beeld. Dus die contour ik dan maar gewoon iets kleiner. Je moet iets, hè? En ik blijf gewoon doorblenden totdat het goed is. Ik moet zeggen dat ik het in de camera bijna te donker vind lijken, terwijl in het echt is het gewoon te doen. Maar ja, ik moet ook nog poederen en zo, dus dat komt allemaal wel goed. Nou, ik ben helemaal gecontourd. Nou, even mijn neus. Nou, ik moet zeggen dat ik het er echt wel gewoon goed uit vind zien. Het is wel echt een hele heftige contour. De kleur is echt heel donker die ik heb gepakt. Je kunt ook gewoon een iets lichtere pakken. Maar het blendt allemaal heel makkelijk. Ik vind de concealer echt heel mooi. Hij is mat. Hij droogt wel snel, dus je moet echt snel werken. Ik ga even snel poeder erop doen. Ik gebruik mijn Beauty Bakery Translucent Powder. Die gebruik ik altijd.
Ik ga dit nou even zo laten zitten en dan ga ik het eraf halen en mijn eigen verder opmaken. En dan kom ik weer bij jullie terug. Nou, dan ben ik weer helemaal opgemaakt. Ik ben vandaag gegaan voor roze tinten. Wat ik op mijn lippen heb is de BB Cosmetics Lipstick en Lip Liner in de kleur 2. Nou, ik vind dat het echt heel mooi is geworden. Ik had een beetje mijn twijfels over de contourkleur, want ik was bang dat het te donker zou zijn. Maar het valt echt mee. Het is gewoon mooi. De concealer is ook niet te licht of zo. Ik vind het tot nu toe helemaal mooi. Het is ook gewoon mooi mat en heel smooth. Dus ja, ik denk dat jullie het ook wel mooi vinden. Het is zo stom dat ik niet meteen antwoord kan krijgen voor jullie. Ik moet wachten totdat de video online staat en dan kijken in de reacties wat iedereen ervan vindt. Maar ja, so far so good. Ik ga jullie even uitzoomen. Nou, ik heb jullie een beetje uitgezoomd zodat jullie ook even de look kunnen zien van iets verderaf. En ja, ik ben er eigenlijk best wel tevreden over. De contour is ook gewoon mooi. Het is nu 2:05. Ik moet werken van 5:00 tot 9:30 s'avonds. Dus ik kom dan gewoon na het bed weer hier even terug. En dan kunnen we kijken of de concealer en de contour nog goed zit. Ik hoop het wel. Ik ga er ook vanuit van wel. Want iedereen is er tot nu toe heel positief over. Maar het kan natuurlijk zijn dat ik er straks helemaal niet positief over ben. Misschien vind ik me helemaal niet goed. Want ja, elke huid is ook anders. En ik heb een vrij droge huid, dus een matte concealer is niet altijd geweldig voor mij. Maar ja, dat zien we dus straks. Dus ga vooral nog niet weg en dan zie ik jullie zo weer. Nou, daar ben ik dan weer. Het is nu 9:50. Ik ben net klaar met werken. Hij viel goed uit mijn hand. Ik ben net klaar met werken. Ik heb echt hoofdpijn en ben echt heel moe, dus ik ga het niet te lang maken. Ik ben ook weer van lipkleur veranderd. Ik heb de lip liner op van de Kiko in de kleur 303. Maar daarvoor ben ik niet hier gekomen om dat te vertellen. We gaan het hebben over mijn concealer. Nou, de concealer en de contour. Ik heb één ding erover te zeggen. Top. Het is eigenlijk helemaal top. Als ik dan toch iets negatiefs moet zeggen, is dat deze concealer claimt dat hij niet in je lijntjes gaat. Doet hij wel. Ik heb nog nooit een concealer gevonden die dat niet doet. Ik heb best wel rimpelige onderogen of zo. Dus het gebeurt altijd, maar niet per se meer of minder dan normaal. Dus ik vind deze echt heel mooi. Hij maakt het echt heel smooth. Hij blijft gewoon op zijn plek. Je kunt zien, er is niet echt iets verschoven. Ook de contour zit er nog mooi. Mijn blush is er al wel vanaf, terwijl de contour er gewoon nog mooi op zit. Dus bespaar jezelf geld. Haal geen Tarte Shape Tape Concealer. Mag je wel doen, natuurlijk. Je mag doen wat je wilt, maar als je gewoon geld wilt besparen, deze zijn echt top. Nou, vond je deze video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week, elke zaterdag en dinsdag om 1 uur. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video. Doei!